Een opmerkelijke wending in het onderzoek naar de schietpartij in het Beatrixpark van afgelopen maandag. Toen werd een 21-jarige man uit Capelle aan de IJssel door een agent doodgeschoten. De politie wilde de man aanhouden na een eerdere melding over een beroving waarbij een vuurwapen zou zijn gebruikt. Nu blijkt dat de man die door de politie is doodgeschoten ook degene is die eerder die avond de politie belde. Ja, de politie gaat eigenlijk wel vanuit dat hij zich doelbewust heeft laten doodschieten door de politie. Er is sprake van een soort vooropgezette zelfmoord, suicide by cop. Suicide by cop.